spannend muziek erachter, mensen. En daar is het oordeel, want geweld gaat worden door de hengste keuringcommissie en door voorzitter Lamantel verwoord wordt. Ga naar de uitslag van de derde groep eerste bezichting, Hengsten. Ja, en voor u staat catalogus nummer 711. En dat is een tactische hengst die goed ontwikkeld is. Misschien een beetje een representant is van het klassieke model. Doet ook een beetje geblokt aan. De hals staat er goed op. De hengst heeft een goede schoft en een mooie schouderpartij. De bovenlijn is goed aangesloten. Het beenwerk zou nog wat meer klasse mogen uitstralen. In beweging loopt de hengst als een thuispaard met het front erop. Met een goed achterbeengebruik. Het voorbeen zou nog wat royaler mogen zijn. Maar het hele beeld zou nog verfijnder moeten zijn. De hengst wordt sterk verklaard. Catalogus nummer 713 wordt uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 715 is een tuigtypische hengst die wat formaat mist, wat meer ontwikkeld zou mogen zijn, die wat meer bergop gebouwd zou mogen zijn. De hengst heeft een goed gevormde hals met veel lengte, een goede schoft en een goede schouder. Het middenstuk zou sterker moeten zijn. De hengst heeft wel een zeer correct fundament. In beweging heeft de hengst een goede balans, maar zou met name in de lichaamshouding en het gebruik van het achterbeen meer moeten overtuigen. De hengst wordt wel sterk verklaard. En catalogus nummer 717 mag de Brabanthalm op de kop gaan zetten. Ja, mensen, en dat is er dan de uitslag van deze derde groep.